Bouke, ben je nerveus? Ah, valt wel mee hoor. Natuurlijk wel een beetje, maar nou niet zo als voor een belangrijke wedstrijd. Zo sprak de nuchtere Groninger op de dag dat de beste wielrenners van het jaar gehuldigd werden. De wereldkampioenen, de medaillewinnaars en het talent voor de toekomst. En de winnaar is Lars van der Haar. Lars van der Haar is de Nederlandse belofte van het jaar 2011. Lars van der Haar. De ik had het even niet verwacht. Ik dacht toch wel dat Wilco zou winnen. Omdat hij natuurlijk toch van het wegwielrennen komt. Hij staat bij de Voortsmond. Toch wat hoger aangeschreven. Het is natuurlijk toch best een grote prijs in het wielrennen. Ja, het is toch eigenlijk een grote erkenning, denk ik. Aldus Lars van der Haar uit Mallorca. Een andere winnaar van de avond. Nederlandse wielrenster van het jaar is voor de zesde op een volgende keer Marianne Vos. Ja, zes op rij, dat is wel heel bijzonder. Ik ben niet snel trots over mijn eigen prestaties, maar zo zes jaar constant presteren, ja, daar mag ik denk ik wel trots op zijn. Bij de elite renners de genomineerden Wout Poels en Rabo-renners Bauke Mollema en Steven Kruiswijk. Een waardering op zich. En dat is gewoon de waardering die je krijgt van de mensen en van de oud-renners. Dus daar was ik al heel blij mee. Dus. Steven Kruiswijk staat op de kaart. Hè? Ja. Op de kaart, maar nog niet als wielrenner van het jaar. Die eer ging naar... Ik heb hem hier staan. Het is Bauke Mollema. Bauke, is die zwaar? Ja, hij weegt behoorlijk wat. Ik weet niet hoe lang dit interview gaat duren, maar... Heel kort, want voor mij staat de wielrenner van het jaar 2011. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ik denk een hele mooie waardering van alle oud-renners die me deze prijs hebben gegeven met hun stem. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee. Ja.